De Utrecht Veilighaven in de Bettelkerk in Zuilen trekt ruim 100 buurtbewoners. Want hoe staat het nu met de veiligheid in de wijk nadat het een jaar geleden hard achteruit ging? Helaas wordt de avond achter gesloten deuren gehouden. Zelf mogen we wel naar binnen, maar we mogen niet filmen. De discussie heeft ruim 2,5 uur geduurd en daarin zie je dat de tegenstellingen nog steeds groot zijn in Zuilen. Aan de ene kant de Marokkaanse bewoners die zeggen wij worden veel te heftig aangepakt door de politie. En aan de andere kant de burgemeester die zegt ja, maar het werkt wel, het wordt veiliger, maar het moet nog veiliger worden. Maar wat nodig is, blijven we hier doen. Als we nu echt helemaal zouden stoppen daarmee, dan is al die moeite die we gedaan hebben hier verspild geweest en voor niets. Dat gaat ons niet overkomen. Maar zoveel is er volgens de bewoners nog niet gebeurd. Want veel veiliger is het in Zuilen nog niet geworden. Nee, er is veel politie op ingezet. Maar volgens mij gebeuren er nog, weet ik bij mensen hier in de omgeving, nog te veel inbraken, auto-inbraken, huisinbraken. En de Marokkaanse jeugd vindt dat ze veel te hard worden aangepakt door het samenscholingsverbod. Ik heb het ook een keer gezien. En ik stond erbij. Ik was er wel van geschrokken hoe dat gaat. Dus daarom begrijp ik ook van de jongeren weer de frustraties daarvan. Over een jaar is er weer een bijeenkomst en dan hoopt iedereen dat er een positieve geluid uit Zuilen te horen is.